dus wel een hele bijzondere avond, want niemand minder dan Amarty treedt op in een uitverkochte zaal in de Melkweg. Hij won de allereerste editie van Phonics Talent en vervolgens heeft hij opgetreden op heel veel verschillende toffe plekken. En vanavond gaat het hier allemaal gebeuren met zijn Afro Sound. Ik ben ontzettend benieuwd, jij gaat mee, ik zeg let's go! This will be a time to remember. I don't want to go to the past, yeah. This will be a time to remember. I don't want to be in the last days, so make you fall away. Amarty was 19 toen je muziek wat serieuzer ging oppakken. Inmiddels heb je Phonics Talent gewonnen. Je hebt op hele toffe plekken gestaan, onder andere ook Noorderslag. En vanavond sta je in een uitverkochte Melkwegzaal. Dit moet een droom zijn die uitkomt. Dit is zeker een droom. Het is zeker een blessing. En ik heb echt keihard samen met mijn team eraan gewerkt om deze dag eigenlijk te realiseren. En ik ben ook super blij dat jullie er ook zijn om dit allemaal te kunnen meemaken. Hoe gaat het een beetje met de spanning op dit moment? Als ik eerlijk mag zijn, de dagen richting het evenement zelf was ik een beetje, had ik geen spanning eigenlijk. Maar ik denk, we moeten zo beginnen en dan raast het een beetje door je heen. De zenuwen, vaak naar de wc, veel gember thee drinken. Ik zag al wat gember hier achter liggen. Die gember moet sowieso intact blijven, altijd. Dus de voorbereidingen gaan wel lekker, ja. Dan zometeen in een uitverkochte zaal. Ja, dat moet toch wel iets met je doen. Ik zeg je eerlijk, ik ben wel benieuwd naar hoe een uitverkochte zaal eruit ziet. Want normaal ga je ook gewoon naar uitverkochte festivals, uitverkochte concerten. Ja. Maar nu heb ik dan mijn eigen uitverkochte concert. Dus ik wil wel zien hoe het vanaf het podium eruit ziet. En ik hoop dat het wel wat wordt. En ik hoop niet dat ik emotioneel word om eerlijk te zijn. Want af en toe word ik wel emotioneel bij dit soort momenten. Ja. Amarty, geniet van vanavond en ik spreek je na afloop. Vooral heel veel genieten. Dankjewel, ga ik zeker doen, Wassie. We can start with names and numbers. You can take control. You don't have to wonder. I'ma let you know. So if I'm taking you home, would you come over? Would you come over? If I call you tonight, would you come over? Would you come over? We can do it. De show is net afgelopen en het ging helemaal los. Als je het aan mij vraagt, Amarty, this is a time to remember. Ik ben nog steeds flabbergasted, als ik eerlijk mag zijn. Woorden komen gewoon tekort. Dit is voor mij dit is wel een legendarisch moment. Je werd ook een beetje emotioneel on stage tegen het einde aan. Klopt. Je weet toch, alle emoties, alle jaren dat je hard hebt gewerkt naar dit moment, eigenlijk naar deze dag, is uiteindelijk uitgekomen en om het dan nog met je beste vrienden en collega's en iedereen die er eigenlijk vanaf het begin erbij is geweest en die ook gewoon echt betrokken is bij deze dag. Het is gewoon echt een time to remember, zeg maar. Dus, Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk altijd hoge verwachtingen voor jou gehad, maar dit in combinatie met de band die het overigens gruwelijk heeft gedaan, het was echt ongelooflijk. Shout-out naar de band Recraft nogmaals. Zij zijn wel de tofste band van Nederland, mag ik zeggen. Ja. Wat was het geheim van de avond voor jou? Waarom is dit zo'n groot succes geworden? Ik denk door onze gedrevenheid. We wilden dit heel erg graag. En iedereen heeft goed gesteund, hard gesteund. En de volledige focus was er ook gewoon. Dus ik denk dat die drie elementen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat dit een spektakel is geworden. I'm so L-O-V-E, yeah. You catch my heart, I don't want to flee, yeah. I said nobody can do it like you. Wat kunnen we 2018 al van jou verwachten? Voornamelijk nieuwe muziek, maar onze festivalagenda ziet er heel erg leuk uit. Wat voor festivals? Ik mag ze eigenlijk nog niet bekendmaken, toch Missing Link. Ze hebben het nog niet bevestigd, dus okay. Jullie zien dat in de loop van de week. Ik weet wel dat Latin Village tot nu toe wel met live band echt gruwelijk gaat zijn. Bevrijdingsfestival 5 mei op Vrijland, Vrijlandfestival in Eiburg. Dus dat wordt allemaal een hele toffe spektakel. En ik vind je sound ook heel erg internationaal. Kunnen we internationaal ook wat van jou verwachten? Ja, zeker. Ik ben hier en daar nog met een paar Afro
artiesten uit Engeland aan het werk. Ja. Dus, wie zijn dat? Kwamz & Flava, Afrobeat, GB. En ja, de lijst gaat een beetje door, zeg maar. Amarty, Phonix is trots op je. Ik ben ongelooflijk trots op je. Okay. Heb je een laatste woordje voor je fans? Ik ga jullie niet lang laten wachten. There is a lot on the way coming. Ik mag geen valse beloftes. De muziek die eraan komt is een nieuw sauce. En ik denk dat ik het nu wel mag zeggen dat ik de Afro Beats Afro Pop King van Nederland ben. He said it. Maar he makes some noise, people, for Amarty!